Goeiedag. Het warme weer, dat is weer eventjes achter de rug, want de wind is weer naar het noorden gedraaid. En dat betekent koudere lucht vanaf de Noordzee en daardoor ook lagere temperaturen. Vanmiddag is het zo'n 13 graden in het noorden van het land. Dieperland inwaarts kan het nog wel 16 of 17 graden worden. Er is veel bewolking aanwezig, maar in de loop van de ochtend zagen we vanuit het noordwesten al steeds meer opklaring. Op deze satellietbeelden is dat mooi te zien. En we zien nog veel meer opklaringen boven de Noordzee en die gaan in de loop van de avond komen. Laten we maar eens gaan kijken naar het beeld voor vanavond dan. Als we die hoogste temperatuur in de middag hebben gehad van 15 tot 17 graden. In de avond koelt het dan af naar 10 tot 12 graden met steeds meer opklaringen. Dat betekent dat in een deel van het land er echt nog wel even flink wat zon is vanavond. Er staat wel een forse wind uit noordelijke richtingen, matig tot vrij krachtig. En dan morgen, ja, dan krijgen we een dag met opnieuw wolkenvelden en zonnige perioden. Maar de temperatuur die zal toch al iets gaan opkrabbelen. Komt ook omdat er morgen duidelijk wat minder wind zal staan. En dan de dagen erna. Nou, we hebben te maken met hoge drukinvloed en dat is goed te merken. De kans op neerslag is vrijwel nihil in heel het land de komende dagen. Heel misschien morgen een buitje in het oosten. Maar verder toch gewoon droog weer, zeker op de donderdag en vrijdag. Waarbij de temperatuur langzaam ook weer iets omhoog gaat. Gaan we toch wel naar 17, 18 graden op veel plaatsen. Zaterdag, de eerste dag van het lange Pinksterweekeinde, stijgt de temperatuur nog verder met flink wat zon en een wind uit het oosten of noord. En dan, wat gaat er dan daarna gebeuren? Dan pak ik toch even de pluimen bij, want dan kunnen we toch het een en ander uit opmaken. Eerst dus die wat lagere temperaturen tot en met vrijdag. Op zaterdag gaan we omhoog. En zondag, dat wordt een warme dag met in heel het land temperaturen boven de 20 graden. Zal mij zelfs niet verbazen dat het lokaal in het zuiden weer richting de 25 graden gaat. Maar daarna, ja, dan wordt het toch wel enigszins onzeker. We zien hier tweede Pinksterdag, temperatuurvariatie die mogelijk is. Nou, we kunnen zelfs tot onder de 15 graden zakken, dat we naar een graad of 13 gaan. Maar het zou ook ruim 25 graden kunnen worden in het midden van het land. Natuurlijk, het zal waarschijnlijk wel ergens in het midden gaan uitkomen. Ik ga ervan uit dat het toch nog wel een warme dag is, waarbij er grote verschillen kunnen zijn tussen noord en zuid in het land. Het zuiden is echt een stuk warmer dan het noorden. Dat komt ook weer omdat die wind naar het noorden gaat draaien. En dat zien we dan ook in die dagen daarna. Er blijft flink wat onzekerheid in die verwachting qua temperatuur. Maar zoals het er nu naar uitziet, blijft het in ieder geval wel droog. Nog een fijne dag.